Julius van den Berg, de nieuwe Nederlands kampioen bij de belofte. Ja, je blijft maar stralen. Hoe lang blijft die lach nog op je gezicht staan vanavond? Ja, dat mag natuurlijk de rest van het jaar een lach blijven natuurlijk. Ja, ik ben een heel jaar kampioen, dus je mag een heel jaar lachen. En ja, dus het is prachtig natuurlijk. De laatste anderhalve week kreeg je toch twee klappen te voortduren in die tijdritten eigenlijk. Misschien niet helemaal wat je ervan verwacht had. Was je nog zenuwachtig voor vanochtend? Nou, eerlijk gezegd, die twee tijdritten kwam wel even echt kut binnen. En ik dacht, ik heb niet snel twijfels, maar ik had nu af en toe dacht ik wel van, wat is er nou met je aan de hand? En ik ben niet vaak zenuwachtig echt voor de wedstrijd, maar ik was voor de wedstrijd wel flink zenuwachtig. En dan is het zo mooi dat het lukt en het is echt heel bizar. Je zat ook al heel vroeg mee, hè? Je sprong over naar de kopgroep toe. Was dat omdat je je zenuwen niet kon bedwingen? Ja, ik hou er ook gewoon van om te koersen. En heel vaak met dit soort koersen wordt er in het begin zo laf gekoerst. En ik vind het gewoon mooi om aan te vallen. En ja, ik ben blij dat dat het gewoon goed uitpakte. Want af en toe had ik misschien ook wel iets te veel gedaan. Maar uiteindelijk pakte het goed uit. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Van tevoren topfavoriet zijn, dan op deze manier winnen, ja... Mooier is het toch haast niet? Nee, mooier is het niet inderdaad. Ja, dit is echt heel bizar. Ja, het is ook zo raar. En, ook met dat contract dat nu getekend is. En ja, het is echt heel bizar. En dan komt er ook nog bij dat Peter Lendering, die gaat stoppen. En dat is echt precies de andere kant op. En ik heb niet... ik weet niet. Ik krijg een beetje tranen in mijn ogen van. Want ja, het is een beetje kut. Ja, ik heb dat bijna nooit, maar ik denk dan, ja, zo kan het ook gaan, weet je. Ja. Ja, en jij zelf natuurlijk is tijdens de wedstrijd bekend geworden dat je naar AF Education Drapac gaat. Eigenlijk al vanaf morgen prof bent. Ja, het valt wel heel mooi samen voor jou dan, nu. Ja, het is idioot. Ja, hoe dat gelopen is, dat is echt, echt niet normaal. Nee. Waarom juist deze ploeg? Ik denk dat het wel echt aansluit bij mij en... hoe ik in elkaar zit en hoe zij in elkaar zitten. En ik denk dat het gewoon een heel mooie ploeg is. En ik denk dat ik de klassieke ploeg daar op dit moment nog echt wel kan helpen. Dat ik daar echt wel op mijn plek zit. Was het voor jou een vereiste om ook nu al die stap te maken als prof zijn? Dat je echt al morgen begint, zeg maar? Nou ja, niet per se vereiste, maar zij kwamen ermee. En ik denk dat ik nu wel laten zien heb dat ik op belofteniveau of op continental niveau wel gewoon... goed ben en dat ik dat aan kan. En ik heb al een paar profwedstrijden laten zien dat het ook wel goed ging. Dan denk ik dat de stap niet gek is om nu al te maken. Heb je al een idee waar je gaat beginnen? Heb je al zicht op je programma? Het is allemaal zo snel gegaan omdat ze willen dat ik de Bing Bang Tour rijd. En dat zou natuurlijk super vet zijn om daar gelijk je debuut te maken bij zoiets. Je werd net al wat emotioneel. Het gaat vanavond gevierd worden, denk ik. Maar misschien ook wel een avond met twee gezichten. Hoe gaat hij eruit zien? Ja, ik heb geen idee. Het is gewoon een supermooie avond. En het is prachtig. Het is echt heel prachtig. Ja. Is er iemand blijer dan Julius van den Berg op dit moment? Oh, nou, dat weet ik niet hoor. Ja, het is natuurlijk... het is zoiets moois. En het is gewoon bizar. Ja. Dankjewel, geniet ervan. Ja, dankjewel.